Oh, niet alle kleren uit de kast gooien. Niet alle kleren uit de kast gooien. Nou, hele goede morgen. Home sweet home. Het is alweer vlogdag nummer 29. Iedereen is hier alweer wakker. Het is iets voor negenen. Ik heb alle was weer gedraaid en opgehangen. En we gaan weer naar de kerk. Joepie! Ja, we zijn er weer. Gewoon lekker thuis. Zondagochtend gewoon ja, met een beetje regenachtig. Dus ze zijn lekker op tijd van de camping weggegaan. Gisteren toen we trouwens in de auto zaten, toen kwamen mijn bakken naar beneden. Dus ze zijn echt op tijd weer van de camping weg. En nu zijn we lekker thuis. Gaan we ontbijten. En dan gaan we weer naar de kerk toe, want het is zondag. En het is echt regenachtig weer buiten, kijk. Dus het wordt echt zo'n zondag hangdagje, denk ik. En we hebben natuurlijk veel was en dingetjes om allemaal op te ruimen. En dan heb ik gisteravond nog even snel op YouTube gekeken naar de video's die we voor jullie al online hadden gezet. Want we hebben natuurlijk de afgelopen 8 dagen, ja, jullie zien nu vlog 29, maar voor ons, jullie, wat vandaag is online is gegaan, is vlog 19. Eigenlijk vlog 20. Dus we hebben de afgelopen 8 vlogs hebben wij wel online gezet. Maar dat waren geplande vlogs. Dus wij waren toen niet echt thuis, zeg maar. Dus alle reacties die jullie eronder hebben geplaatst. Nou, er zijn er meer dan 60 geweest. Heel erg dankjewel daarvoor. Heel erg leuk om te lezen. En dat er gewoon de interactie gewoon blijft doorgaan. Ondanks dat wij er eigenlijk niet zijn. Maar het waren meer dan 60 reacties. Dus ik ga ze wel maar even lezen en kijken. Maar ik kan ze niet allemaal gaan beantwoorden. Want ik ben natuurlijk wel weer echt 2 dagen of zo ermee bezig. Maar vanaf nu zijn we gewoon wel weer thuis. En kunnen we wel weer gewoon op tijd reageren. Als jullie ergens een vraag op hebben of wat dan ook. En we zagen trouwens ook dat vlog 19 niet goed online is gekomen. Die hadden we voor jullie online gepland. Maar blijkbaar is het niet goed gegaan. Dus die heb ik vandaag nog even online voor jullie gezet. Maar dit hebben jullie waarschijnlijk allemaal al gezien. Alleen dan loopt het een beetje raar, zeg maar. Het vlog 19 hoort eigenlijk voor het belangrijke bericht, zeg maar. Van dat we even stoppen met vloggen. Omdat we dus op de camping waren. Maar dat zien jullie, dat hebben jullie waarschijnlijk allemaal al gezien. Onder de video heb ik het ook even bijgezet. Maar bij deze nog excuses voor het foutje van de vlogs, zeg maar. En natuurlijk ook heel erg leuk om te horen dat jullie onze vlogs hebben gemist. Want de reacties onder de video's van, oh, we missen je vlogs. Ook op Facebook van, oh ja, zelfs ook... Blijkbaar hebben we ook zelfs veel moeders met dochters die kijken. Ook heel erg leuk dat jullie samen naar onze vlogs kijken. Maar we gaan vandaag dus gewoon weer lekker verder met vloggen. Zoals we deden en zoals jullie van ons gewend zijn. En nu gaan we eventjes een hapje eten. Hele Silla? Ja. Oh ja, we zijn nog niet thuis. Of Luan heeft alweer de stofzuiger uit de kast gepakt. En Luan, ben je weer bezig? Ja, deze is een pot. Ja. Heb je weer de stofzuiger uit de kast gepakt? Ja. Had je de stofzuiger een beetje gemist? Ja. Ik lig in bed een filmpje te kijken. Want het is typisch zo'n zondag. Oh, een zondag, regenachtige dag. Ik weet dat ik ook veel mama-vlogger-kijkers heb. Kennen jullie dit? Zo'n hangdag bij mama. Oh, en ik moet nu eten maken, maar ik kom hier niet weg. En ik moet ook nog de kamer van Luan opruimen. Van de camping. Ik moet heel veel dingen doen, maar ja, hoe doe je dat? Oh, duimpjes omhoog voor de moeders die dit kennen. Of herkennen. Kijk, dit moet ik ook nog allemaal opruimen. Allemaal nog van het kamperen. Ja. Ik neem zoveel mee altijd. Dit heb ik allemaal niet aangedaan. Het is wel allemaal verkreukeld. Maar dat is allemaal niet aangewezen. Dus dat moet ik eigenlijk weer netjes opvouwen in de kast. De cadeautjes en zo, die moet ik allemaal nog opruimen. Al die boekjes en zo nog. Dus dat moet ik eigenlijk ook nog doen vandaag. Maar ja. Dan heb je er meteen ook niet meer zo'n zin in op zo'n hangdag. Maar we doen... Oh, niet alle kleren uit de kast gooien! Niet alle kleren uit de kast gooien. Je hoeft niet alles eruit te halen. Boefie, ga je mama helpen? Nou, Luan. Hij denkt, als je het doet, doe het dan goed. Alles eruit en weer alles erin. Ah nee, Luan, niet doen. Luan. Boefje. Nee, Luan. Zo. Ja, zo. Ja. En nu? Waarom doe je dat? En zo, uit de auto. Ja,
Mama, wil je alles opnieuw in de kast leggen? Ja. Nee toch? Wel toch. Nou, dan gaan we er maar even mee beginnen. Zo, dat is weer opgeruimd. Goed zo. Goed hè? Heb ik toch even een lunch nog gemaakt. Gewoon heel simpel. We hadden nog heel veel van deze bolletjes over. En knakworstjes. Hadden we best wel veel van gekocht. Wil je nog een knakworstje? Kijk eens. Oeh, die is heet. Oeh, mama moet even blazen nog. Even wachten, het is nog heet. En we hadden dus nog heel veel knakworstjes over van de camping. Dus om het nog een beetje gezond te maken heb ik tomaat en komkommer erbij. Knakworstjes en een lekker bolletje. En Lucilla kunnen we altijd blij maken met de soepstengels. Nou, ik ben even een hapje aan het maken voor Lucilla. En dit is eigenlijk het eerste hapje wat ik ga maken. Ja, borstvoeding. Mama heeft net borstvoeding. Ja. Je daar bij de tafel. Ja, bij de tafel. Als ik ga golven, noemt hij dat borstvoeding. Nou, Luan, even stil. Mama, nou even filmen. Goed? Ja. Nou, ik ga nu dus een hapje maken voor Lucilla. En ik wil je even laten zien hoe makkelijk je zelf gewoon een hapje kan maken voor je kleine. Voor de moeders onder ons. Ik ben dus niet echt een voorstander om potjes te kopen. Omdat daar gewoon heel veel suikers en E-nummers aan toegevoegd zijn. Ook al denken we misschien van niet. Toch ben ik me van echt wel van overtuigd dat het beste is om gewoon zelf de voeding te maken voor je kindje. Zowel de fruithapjes als de groentehapjes als wel het avondeten. En dat niet uit de potjes te doen die je kan kopen in de supermarkt. Omdat er natuurlijk gewoon ja, toch echt dingen aan toegevoegd zijn. Denk ook bijvoorbeeld aan stofjes om het houdbaar te laten. Hè? Want ja, zo'n potje is altijd is heel lang houdbaar. Er moet dus een stofje aan toegevoegd zijn, waardoor het zo lang houdbaar is. En dat zijn vaak E-nummers. Dus ik wil gewoon laten zien dat ik nu even een hapje ga maken voor Lucilla. Ze eet nog niet heel erg veel hapjes. Maar ze is nu 7 maanden, dus daar ga ik nu wel mee beginnen. En ik heb hier heel simpel 2 nectarinen. Daar heb ik de schil van afgehaald en een banaan. En ik heb even wat melk gekolft, want ik geef nog borstvoeding. Dus dit wat melk gaat er ook nog doorheen. En dat ga ik gewoon mengen. Ik maak ook extra veel, zodat ik het in een bakje of in een potje kan doen. En dan bewaar ik het gewoon in de koelkast. En iedere keer als ik haar dan een hapje wil geven, kan ik daar wat van uithalen. Zo heb ik eigenlijk altijd een vers fruithapje voor haar zelf gemaakt. Ja, bij de hand. Dus ik ga het nu even doen. Ik ga dus nu het fruithapje geven en ik heb even zo'n labeltje, want het andere labeltje zijn we kwijt. Dus die moeten we even weer kopen. Mama? Ga eens even kijken of je dit lekker vindt. Oeh, dit is een... Oh, kijk eens. Oeh, dat is lekker. Yeah. Mama, ik heb bij deze of kan je ook wat deken? Mama? Dat is lekker. Mama? Ja. Nou, dat werkt dus hartstikke goed, zo'n hapje. En het bakje heb ik in de koelkast gezet. En dit heb ik voor nu. Ik vind het wel lekker, hè? En wat nou het handige is dat meteen ook mijn melk... Klinkt misschien een beetje vies voor sommigen, maar mijn melk zit er ook doorheen. Dus het is ook nog super voedzaam. Dus hartstikke fijn, handig eerste hapje voor onze kleine meid. Lekker, hè? Vind je het lekker? Ja. Luan, niet met de... Oké, duimpjes omhoog voor de moeders die dit kennen. Wat deed jij?
Wat doe je daar? Ik ga het even lezen. En wat doe je daar op de muur? Wat is dat? Wat heb je daar gedaan? Mag dat wel? Ja. Ja. Oh ja? Ja. Van wie mag dat dan? Mijn persoon tekenen. Huh? Die zo tekenen hier? Ja. Vind je dit normaal? Ja. Ik kan zo lekker tekenen. Lekker tekenen? Ja, mama. Ja. Moet je even met hem mee? Ja, ik ga even kijken. Laat papa dat maar niet zien, jongen. Mama, oh, heel joh. Veel. Heel veel. Ik kan zo tekenen. Ja, daarop mag het wel, ja. Ja. Maar niet op de muren, hè? Nee. Nee, maar je deed ja wel, hè? Ja, we hebben de stoepkrijt op de muur. Maar dat maakt niet uit. Want we hebben kinderen. Dus er wordt geleefd in huis. Hé, hey, Silla? Ja, ze hebben weer bij jou. Oeh, dit is lekker. Ja, kom maar, even handen wassen. Hé, stoepkrijt doen we buiten op de stoep. Ja, zelfs en niet thuis op de muur. Kom maar, even handen wassen. En dan gaan we naar opa en oma. Dit doen we echt zondags weer. Wat heb je daar met opa? Wat ben je aan het doen daar? Wat is dat? Oh. Een tafelvoetbal? Okay. Goal! Oma! Kom, Sander! Hallo! Nou, nu zijn we bij opa en oma en we eten dan lekker. Patatjes! Patatjes eten. Gezellig bij opa en oma? Eet smakelijk. Hallo, gezellig! Hallo, oma! Hallo, oma! Ja, nou dat was hem dan alweer. De dag is voorbij gevlogen. Ondanks het vele regen wat is neergevallen, hebben we toch heerlijk genoten van een super zondag. Willen jullie weer danken voor het kijken. Willen jullie vragen, vind je het nou een leuke video? Doe dan graag onder de video de blauwe duimpjes omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons slank en fittv.nl. Willen jullie bedanken voor het kijken. Hele fijne avond en tot morgen in de volgende vlog. Nou, inpakken en... wegwezen. Nou, dan gaan we dan weer naar huis, Lucille. Ja, kijk, dat is de caravan. En Daniel, die zit daar in de bus met Luan. En die gaan nu voor. En ik reis ze achterna en dan gaan we de caravan weer in de stalling brengen. En dan zien jullie ons zometeen weer thuis. Nou, het is ons gelukt. We hebben hem in één keer de achterlangs ingeparkeerd. Hey, hoe vind je dat? Het was de tweede keer dat ik met een caravan rijd. En ik heb hem er zo ingetjoept. Ze in één keer geslaagd. Kijk, varen was vol verwondering. In één keer erin gereden, hè? Nu had ik gezegd, caravan, wil je het ook? Caravan thuis. Ze verslaan lekker caravan.